Romeo's van 9 uur, oftewel de linkerkant van de display area. In een dubbele fik. Marie-Lise Eekhoff, de enige vrouwelijke piloot, die zit aan de linkerwing. Kees van Beek zit aan de rechterwing. En dan helemaal in het midden, Rolf Griffioen zit in de boxpositie en is tevens leider van de tweede formatie van drie. Dan hebben we René Dijkshoorn, die zit linksbuiten, en Leonard Smits rechtsbuiten. En zij gaven er de voorkeur aan om te zeggen dat Victor Romeo niet bestaat uit oud-beroepsvliegers, maar uit een bold gezelschap sportvliegers. En zoals ik al zei, Marie-Elise zit erbij als tweede aan de wing van Hugo Roest als vrouwelijke vlieger. Dus vrouwen kunnen dat ook heel makkelijk. Een keer een last pass van de Victor Romeo formatie Vliegclub Rotterdam. En een afwachting van de tunnelchecks.